2020. Ter herinnering aan de brute moord door de Duitse bezetter. Meer dan terecht. Ook daar geldt... opdat wij niet... Het is zo dat ik vorig jaar april voor het eerst gehoord heb van executies in Oosterbeek. En dat was op een plaats waar ik als kind gespeeld heb. Aan bovenaan de Wolfheeserweg, Utrechtseweg, bij de Hoge Oorsprong. En dat heeft me geraakt. Het feit dat je er als kind speelt en dat ik als 73-jarige pas dan hoor wat er gebeurd is. Vandaag wordt het monumentje onthuld voor Johan Bosman, die op 14 september 1944 in de bossen bij Wolfheze gewoon maar van zijn fiets werd gehaald en werd doodgeschoten omdat hij zich niet meldde voor werk aan de IJsselinie. Een uniek moment ook dit. Eigenlijk wisten wij zelf niet zo heel veel van wat er is gebeurd en waar, zeker de locatie niet. En dat heeft Hans Arendjes prachtig uitgezocht, heeft daar heel veel werk aan besteed.